Welkom, ladies and gentlemen, in het nieuwe video special met Giovanni. Hallo. Hallo, we hebben een speciale gast vandaag. Waarom praat ik Italiaans? Ik weet het niet. Weet ik niet. Zeg jij dus. We hebben vandaag iemand nieuw, hè? Nou ja, nieuw, we kennen hem eigenlijk al. Maar ik wil net zeggen, ja. Dat zo nieuw is hij niet. En wie dat is, na het intro. Tata. Oké, people, let's go to work. De meeste mensen moeten hem kennen, want wij staan hier in het Marvel-gebied. En als we in het Marvel-gebied staan, dan weten we één ding zeker. Wat? Je bent wat veranderd. Je bent ik denk ik doe even mijn Robi-masker op. Oké, okay. Ah, staat je goed. Lijkt wel, toch? Lijkt wel. Ja, lijkt. Ja, bijna. Lang mee bezig geweest. Je oren ook, die komen eruit. Dat staat zo grappig. Ja, oh ja. Echt leuk. Een varkje met van die hazen oortjes. Het is Pasen vandaag. Misschien zien jullie deze video wat later. Maar dan weten jullie in ieder geval dat het met Pasen is opgenomen. Oké. Nou ja, dat... Wie is dat? Hallo. Hallo, Koen. Koen. Koen is er weer. En Koen wordt een dagje ouder, dat zien we. Wat? Oh ja. Ja, je bent een oude man. Een holbewoner. Een holbewoner zelfs. Ja. Je hebt wat quizpakje aan. Oh, we gaan je... Nou, je bent bezig met de attractie ja. De Hulk. Spider-Man, sorry. En, en we gaan eens kijken wat je hebt neergezet, want je bent beter aan deze dark ride. Ja, zeker. Dat en je bent nog lang niet klaar? Of je bent klaar, je bent nog lang niet klaar. Wat is je status update? Ik ben nog lang niet klaar. Kijk. Nou, het ziet er al heel vet uit. Ik vind deze looproute vond ik sowieso al wat gaafs. Want je ziet aan de buitenkant, zie je net een lijntje waar licht vandaan komt. Dat vond ik wel grappig. Ja. Een beetje mee lopen. Nou, dan kom je binnen. Wat je nu ziet is eigenlijk gewoon 2.0 materiaal. Dit is eigenlijk gewoon stiekem 2.0 materiaal. Wat ben je aan het doen, Joe? Ja, ik dacht dat dit een computer was. Dus ik denk, ik ga even kijken. Ja, maar hij staat uit. Ja. Hij wil niet meer aan. Kijk, nog iemand. Is dat Joey? Is dit Joey? Hey, Joey! Oh, gelijk weer koekjes uitdelen. Gelijk koekjes. Wat is het? Geo Boy koekjes. Oh, wat lief. Dankjewel. Geo Boy koekjes. Oh, we hebben nog hier een medewerker. Nou, het wordt druk hier. Die moet natuurlijk... Wie is die medewerker dan? Hallo medewerker. Ja. Is dat... Wie is dat dan? Rubex! Wow. Oh! Toevallig. Nou, Rubex zit er ook. En even kijken hoor, we gaan even verder zoeken. Station in. Ja, dit is het station. En hier komen mensen opstappen. Ja. Heel apart station. Dat er 3 karren tegelijk vertrekken uiteindelijk. Oh, het is goed, ze werkt dit wel. 3 karren van 1 persoon of 2? 2. Oké, okay, 2, dus die komen 2, er komen 6 karren al. Mensen kunnen, ja. Wat leuk joh. Oké, okay, nou dan gaan we kijken. Mogen we de eerste scène al stiekem een beetje zien? Oh. Ja hoor. Joey gaat er al in. Oh ja. Wat leuk joh. En die gaan dan tegelijkertijd allemaal weg. Als het goed is wel. Zal ik er ook eens in zitten? Ja, is goed. Ik ga weer zitten. Iedereen zit in een ander karretje. Nice. Oh, er komt nog iemand. Oh, wee als die stinkt hem achter mij hoor. Zie je, ziet de stank gewoon van hem afkomen. Ja, echt hè? Gewoon kijk, alleen maar rook. Daar gaan jullie. Oh! Hij gaat wel snel. Oh, wat apart zeg. Oh, wow! Dat is gewoon een rollercoaster aan het worden, joh. Iets te snel. Wee! Oh, Joey! Zo! Oké, jongens, dit was de attractie. Pats. Allemaal dood en de. En dit is natuurlijk gebaseerd. Op welke films zijn dit gebaseerd, Koen? Nou ja, niet echt films, maar meer gewoon Spider-Man en welke slechterik allemaal in zijn verhalen voorkomen. Oké, want je hebt hier wat gebouwd en ik denk dat Gio dit kan beantwoorden wat dit precies is. Ik denk het niet. Nou, dat vroeg ik me ook af net. Ik wil iets met stroom doen. De eerste paar scènes, dan weer Gio denk ik wel meer. Oké, ja, nee, dan weet ik hem wel, ja. Wat joh? Dit is dan een soort generator of zo. Er komen al particles komen er nog. Oh, gaaf. Ik ben heel benieuwd. Het wordt een heel vette attractie voor een hele vette dark ride. En ook het unieke van deze is dat jij hem gewoon onder de grond bouwt. Onder de Hulk zelfs. Onder de Hulk, ja, in dit gedeelte. Want dit is natuurlijk de Hulk attractie. En ik ben heel benieuwd, want het ziet er al heel leuk uit, die scènes. En ik ben benieuwd wat er overheen komt. Want er komt natuurlijk ook een gebouw overheen. Dus ik ben alleen maar benieuwd naar deze attractie. Wat heeft het Marvel gebied nog meer? We hebben een Hulk attractie. We krijgen een Spider-Man Dark Ride. We hebben een Captain America achtbaan. En dan wilden we nog de Thor's Hammer of zo iets maken. Die dropshot-achtig iets. Oké.
Want ja, hier zo zie je natuurlijk een achterkant van een rupsbaan. Die moeten we eigenlijk nog zien te verwerken met misschien een gebouw wat we maken voor dit gebied. Voor dit themagebied, dat we er overheen kunnen bouwen. Ja, die hele wand gaat gewoon weggewerkt worden waarschijnlijk. Oh, tof. Ben ik heel benieuwd. Nou, dat wordt hartstikke vet. Het wordt echt een 2.0 gebied. En voor de echte Marvel-kenners is het natuurlijk ook fantastisch om hier een keer... je lol te beleven. We laten gewoon niet meer zien. En ik beloof ook, ik zal ook niks meer laten zien van de Spider-Man attractie. Dat is echt allemaal geheim. En kijk of Captain America hier zo, die hier staat, even de video kan afsluiten. Doei. Hij is niet zo... Oh, dat heeft hij een rare stem. Ja, dat is een rare stem. Volgens mij is die verkouden. Volgens mij is die verkouden, inderdaad. Goed koekje, dan ruikt die beter. Oké. Okay. Joey is het bij mij eens. Ja, Joey geeft ook koekjes. Hoppakee. Wat zijn dat voor koekjes? Ik wil er ook één. Oh, gooi me gelijk maar je zwaard weg natuurlijk. Ja, dan heb ik plek. Plek. Nee, ik wil een koekje. Waar kijk ik een French boy? Oh. Wat heb ik nou, zaagsel meneer koekjes? Ik heb gelijk een M. Vincent Love koekjes. Oh. Oké, okay, echt alle koekjes krijg ik nu in één keer. Oh, ook melk. Geo boy. Ja, die heb ik ook. Wesselaar koekjes. Heb je ook koeka koekjes? Kakkies. Kookahunda cookies. Ik vind ze leuk. Nou, bedankt. Sluit Joey, sluit de video af. Bedankt Joey. En bedankt Koen voor meedoen. En Gio, doei doei. 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 Heb je werk. Komt allemaal door die Corona-polen.